Vanavond gaat het dan eindelijk van start. En ze zijn hier allemaal. Hallo. Hallo. Ik rij elke dag dan naar het Mediapark toe. Dan wel op de fiets zoals vandaag, omdat ik een weddenschap heb verloren. Dat is 30 kilometer vanuit Amsterdam ongeveer. Of met de fiets. En dan rij ik altijd langs een billboard. En dan staan jullie, waarschijnlijk hebben jullie het zelf ook gezien toen jullie hier aankwamen in de 3FM-studio. Zie ik 6 vrienden. Jim en zijn vrienden, want het gaat om Jim. Voor Jim, een nieuwe serie, gaat vanavond van start op NPO 3. En elke keer denk ik van, oh, ik heb er wel zin in omdat het eindelijk gaat beginnen. Hoe zit het bij jullie eigenlijk? Ik vind het wel spannend, ja. Ja? Ja. Het is één dingetje wel voor nu. De hoofdpersoon eigenlijk, Jim, die is er zelf niet. Nee. Oh nee, die zit in de file. Waar staat hij? Ja, die staat in de file. Hij kwam vanuit Delft hierheen, dus hij staat nu ergens. Voor de mensen die denken, waar heeft hij het over en wie zijn dat? Ik zal even een klein fragmentje laten horen. Jongens, ik was dinsdag bij de dokter. Die dokter zei tegen mij dat deze motherfucker helemaal clean is! Ja! Ik hoop dat jullie deze zomer met mij eindelijk weer willen feesten. En ik hoop dat we leuke dingen gaan doen. La vie est belle! Ja, het gaat over Jim. Bij hem is leukemie geconstateerd. En nou ja, hij is dan genezen, wat hij hier roept. Hij is het kwijt en hij wil het met jullie gaan vieren. Jullie zijn zijn vrienden, zijn vriendinnetje en alles wat erbij komt kijken. Door 8 festivals af te gaan. En nou ja, door heel veel te drinken en achter de vrouwen aan te gaan ook. Precies, ja. Ja. Hoe is het gegaan, jongens? Eventjes, want het merendeel is al opgenomen. Het andere deel wordt nog opgenomen. Maar tot nu toe. Zijn pas net begonnen eigenlijk. Moet even in de microfoon praten als je het zegt. Zijn pas echt begonnen eigenlijk. Nee. 3 weken of zo? Ja. 3 weken begonnen. Hey, die waren op Down the Rabbit Hole, een festival waar we met 3FM ook altijd zijn. Ja, klopt. Wat hebben jullie daar opgenomen? Ja, dat mag ik niet zeggen. Ja, een klein beetje wel, ja, toch? Ja, gewoon heel best wel heftige scènes. Ja, er wordt een heel mooi vlot gebouwd, dat kan ik je vertellen. dat kan ik je vertellen. Aangezien jullie met zoveel zijn, dacht ik van ik ga een spelletje doen met de vrienden. Want ik zag dat vrienden, dat het ook echt in de serie wel zo naar voren komt. Geen ja en geen nee. Ik stel een vraag, je mag geen ja zeggen en geen nee. Maar wel gewoon antwoord geven op de vraag. Maar als je dus ja of nee gebruikt, ga ik naar de volgende. Dus 5 vrienden. Ik hou het even bij de vrienden, dames. Ik heb al met Laura Verster lopen flirten en zo. Dus okay. Ik hou het even bij de vrienden. En begin met jou. Ja. Is voor Jim de beste Nederlandse serie ooit gemaakt? Dat kan ik wel zeggen, ja. Dat kan ik wel zeggen. Nee, je bent af. Ik ga naar de volgende. Het thema is kanker dus. Dat is best wel heftig. Is dat niet veel te heftig? Dat zou ik niet zeggen. Ik vind dat het een heel erg algemeen onderwerp is dat veel voorkomt tegenwoordig. Ik vind het goed dat het besproken wordt in een dramaserie. In een luchtige, relatief luchtige serie. Ja, er zit veel comedy. Ah! En we gaan door. Naar nummertje 3. Ga je normaal ook graag naar festivals? Nou ja, eigenlijk ben ik... Jezus, man. Je ging snel. Oké, kom jij even bij de microfoon, nummertje 4. Nee. Er is een For Jim app dat je dus kan participeren in de serie. Kan je filmpjes maken van de festivals waar jullie ook zijn. En die komen dan misschien ook in de serie. Zou je dat zelf ook doen, die app gebruiken? Hij zou het zeker leuk lijken om de app te gebruiken. En het zou mij... Ja. Nee. Nee. Alle tieners zeggen ja tegen de MDMA. Wat zeg jij? Maakt niet uit. Oh, jij hebt er zin in. Ja. En de laatste vraag dan nog wel eventjes. Dat is goed. Waarom moeten de mensen vanavond gaan kijken naar For Jim op NPO 3? Ze moeten gaan kijken naar For Jim, omdat ik denk dat er op dit moment niet zoiets op tv is en zich daarin met andere series onderscheidt van. En waarom onderscheidt het zich dan? Omdat het heel erg... het wordt met meerdere camera's gefilmd. Dus en met telefoon en met een GoPro en met een echte camera. En het gaat over jonge mensen die op dit moment op festivals zijn. En... Die echt het leven vieren ook. Ja, en het is daarin wel documentair, maar ook je zei echt... al, ja, maar ik ben wel... maakt niet uit. Ja. Maar het is inderdaad, het is wel... Het geeft heel veel levenslust, de serie. Ik heb de eerste aflevering mogen kijken al, die vanavond te zien is op tv ook. En ik had er wel echt zin in. En, laatste dingetje wat ik erover zeg. Daarna moeten jullie lekker met z'n allen voor de buis gaan zitten en kijken dus vanavond. 8 uur. 8 uur. Het is een beetje tussen wal en schip of het nou echt is of een dramaserie. Wat denk jij? Nou ja, ik weet dat het een dramaserie is. Maar is dat speciaal zo gekozen, die stijl? Ik denk dat je daardoor nog dichter bij de mensen in de serie komt, ja. Dat het nog persoonlijker wordt. Ja.
Ah, tof. Ik vind het echt een leuke serie. Ik raad het iedereen aan om te kijken vanavond. 8 uur, NPO 3. En waar gaan jullie kijken dan? Thuis. Ja, mama. Niet. Oh. Met vanavond dus. Mannen, veel plezier. En dames jullie ook. Hè? En het is internationale kusjesdag. Dus wat doen we met z'n allen? Allemaal kijken. Allemaal kijken.